Vanuit Amersfoort en het kloppende hart van Beauty bij Roos is dit weer een hele nieuwe aflevering van Life is Beautiful. Heel hartelijk welkom, fijn dat je kijkt. En bij mij aan tafel zitten mijn gasten eigenlijk weer van vorige week. Dus we hebben Marjan en we hebben Mike en Richard Danel, arts. Want toen hebben we gesproken over magnesium en dat gesprek gaan we nu voortzetten. Welkom weer. Dank je. En nog even voor alle duidelijkheid, hè. Wat is nou de bron, de oorsprong van magnesium? Magnesium, onze magnesiumchloride van Permsal, wordt gevonden in Veendam. Het is een oermineraal van 250 miljoen jaar oud. Het ligt op 1,5 kilometer onder de grond en het is de meest zuivere magnesiumchloride in de wereld. Er zijn 12 bronnen op de wereld en in Veendam is de zuiverste magnesiumchloride te vinden. Jeetje, bij ons in Nederland gewoon. In Nederland gewoon, ja. Richard, je hebt al verteld, we hebben een chronisch magnesiumtekort, of dat zou kunnen. Hoe uitzicht dat? Wat zijn de problemen die daar aan de grond van liggen? Voordat ik inga op de problemen, dat chronisch latente magnesiumtekort, dat is eigenlijk al vastgesteld door een professor aan de Universiteit van Louisville in de United States, epidemioloog Ronald Ehlin. En hij legde het verband tussen het bestaan van de zogenoemde stroke belt in de USA. En in dat gebied stelde hij vast dat er een zeer sterke vermindering was van het magnesium in de voeding, in het drinkwater en in de bodem. Langzaam maar zeker zijn we ons meer gaan verdiepen in wat de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn. En als ik die eerst even op een rijtje zet, dan moet je eigenlijk denken aan heel veel aandoeningen die we nu als bijna automatisch associëren met ouder worden. Denk aan diabetes type 2. Denk aan het ontstaan van hart- en vaatziekten. Denk aan hypertensie. Denk aan, daar zijn sinds de laatste conferentie in Rome van dit jaar, de laatste grote magnesiumconferentie, ook aanwijzingen voor. Zelfs Alzheimer en Parkinson correleren het risico, zo zou ik het moeten zeggen, het risico om die aandoeningen te krijgen is vergroot als je langer met magnesiumtekort te maken hebt. Heel veel van dit soort aandoeningen vinden eigenlijk hun, ik probeer het simpel uit te leggen, ze vinden hun oorsprong in een soort van continue sluimerende ontstekingsreactie die binnen in de bloedvaten kan plaatsvinden, die rondom de cellen die de insuline, hè, als je dat niet meer maakt, dan krijg je diabetes type 2. Die, nou, zo zou ik een hele tijd verder kunnen gaan. En die continue sluimerende ontstekingsreactie kan op allerlei niveaus in ons lichaam tot verschijnselen, aandoeningen en symptomen leiden. Om een paar andere voorbeelden te noemen, spierkrampen is er een gevolg van. Mensen hebben soms last van oorsuizen, tinnitus heet dat in het medisch. Ook dat hangt heel duidelijk samen met een continu magnesiumtekort. Het is te begrijpen als je beseft dat magnesium een hele belangrijke rol speelt. Ik heb vorige week ook aangeduid, 327 enzymatische processen zijn er nu bekend en het onderhouden van ons immuunsysteem. Als je bedenk dat magnesium in al onze cellen eigenlijk een van de life essentials is tussen water en zuurstof. En welke doelgroep gebruikt nou magnesium? Want we hebben het al gehad over ouderen hebben het nodig, maar is dat het enige? Nee, het is voor grote mensen en het is voor kleine mensen. Dus ook voor babytjes. Oh ja? Ja, het is heel goed om dat in het badwater te doen. Ook voor de mama, want die heeft tijdens dat het kindje gemaakt werd, heel veel magnesium doorgegeven. Ja. Dus de mama die heeft het extra nodig. Maar ook kinderen die naar school gaan, is het goed voor de hersentjes. Ja. Precies 13 jaar te laat bij mij, had ik in bad kunnen zitten. En sporters gebruiken dat ook, hebben begrepen. Hè? Zelfs Feyenoord. Ze staan nu bovenaan, toch? Ja, klopt. Sinds vier weken zijn ze hiermee bezig. Ja. En ze hebben goed succes ermee. En we zijn blij met het contact. Wie weet volgen er meer, hè? Wie weet. Nou, dank voor jullie komst. En wil je meer informatie, ga dan naar onze website rtl.nl/lifeisbeautiful.